10 seconds! Ja, blijf hier. Niet uitwijken, ook niet. Kom dan. Kom! Maar, ik zie je! Nee! Dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op Let's of Gaming. We hebben de Vanguard Call of Duty Week. En ik ben hier samen met Stefan, Lies. Ik ben hier met Vincent en Leaves. Hey. Nice. Team. We gaan vandaag strijden. 2-2. Of nou, een soort van 3-3 kan ik het beter zeggen. Want ik ben de teamcaptain van deze twee prachtige mensen. Mattie, jij hebt Leaves en Vincent in je team zitten. En we gaan vandaag de game mode doen, Champion Hill. Maar voordat we daar naartoe gaan, Matt. Ja, het is de vierde video van de week, zoals jullie misschien wel weten. En wie weet is vandaag het vierde woord ook wel te zien. En als je dan de zin compleet maakt en het even DM naar de Instagram van Legend of Gaming, dan maak je kans op die PlayStation 5. En dat is niet de enige prijs. En zo'n knol gaat nog een prijs laten zien die eventueel zou kunnen winnen. Je hebt meerdere prijzen. Ook kan je deze 3D Pulse headset winnen. Nou, dat is toch mooi meegenomen, ja, die wil je hebben. Dat dacht ik. Ja, wij zijn ready, hoor. Ja, ik denk wij ook. Wij ook? Ja, toch? Ja, het is goed. Wij gaan de aftrap doen. Dus ik zou zeggen, laten we lekker gaan zitten en dan even de handen nog warm maken zo. En dan gaan we gamen. Oké, dames en heren, we zijn er klaar voor. Althans, Lies. Onwijs. Stefan? Born ready. Top. Ik zou zeggen, klik op start the game. Dan gaan we even wat tegenstanders zoeken. Het is dus de bedoeling dat we natuurlijk zo hoog mogelijk gaan eindigen. Zodat we met ons team de tegenstanders kunnen verslaan. En we gaan er straks achterkomen wat Champion heel precies allemaal inhoudt. Ik sta in deze wedstrijd zo van, hè, de game is net nieuw. Dus er kunnen nog niet echt mensen super pro zijn, toch? Dat zou je zeggen. Maar dit is wel echt onze eerste keer. Er zijn wel mensen die dit nu al... Misschien zijn er wel meerdere mensen die de eerste keer spelen. Dus laten we in ieder geval ervoor gaan. En ja, we gaan even checken wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik ben in ieder geval... Ja, ik heb makkelijk praat eigenlijk. Ik wil gewoon heel een stuk zeggen van ja, ik ben ready. Maar ik sta hier gewoon een beetje te observeren. Ja, jij moet op coach. Oeh, maar er zit echt kapot. Kijk hier joh, allemaal noobies. Level 1, level 1, level 2. Dus we switchen 12. Iedere keer met twee anderen. Nee, je komt gewoon met z'n allen in één grote lobby. En dan zijn jullie met z'n tweeën en dan moeten jullie iedereen gewoon killen. Het is een beetje verwarrend, maar Stefan is de chick in the game. En Lies is de man met muts. Ja, ik heb een meisje gekozen. Ja. Je bent de man met muts. Ja, ik vond de muts leuk. Oké. Oh. Kijk, dit is het beginwapen wat je krijgt. Is dit iedereen gewoon, kunnen die nu al zo van in één keer? Ja, maar dat je ze nu niet allemaal zo... Volgens mij wat je daar in het midden ziet is de buy station. Wat sowieso een hele belangrijke goede tip kan is... Kan je nu iedereen al schieten? Haal bij de buy station sowieso even van die armor plates. Ik snap er ook. Gaan nu iedereen elkaar schieten meteen al? Ja, ik weet het niet. Dat zou heel ziek zijn. Ja, dan ben je echt allemaal in één keer dood. Oh ja. Mijn god. Nee, je kan niet dood. Hier hoef je nog niet schieten. Je moet hier even plates halen bij de shop. Oh, ik dacht al, jongen. Jezus. Je kan er ergens plates halen. Oh, dat is double time. Dan moet je even teruggaan. Ah, hier kan je. Oké, waar Stefan staat, daar kan je... Ja, hier, die armor plate. Die moet je even halen. Ja, je hebt $200 over, maar dan kan je volgens mij geen shit halen. Oh ja, wel hier nog een beetje. Ja? Of een granaatje? Cool. Ik zou nog niet schieten, want dat is zonde van je ammo. Oh, ja, krijg je een nieuwe toch zo meteen, denk ik? Of niet? Ik dacht, ben even aan het oefenen. Dan krijg je gewoon nieuwe zo meteen? Ik heb geen idee. Oh, als je rechts doet, staat er ook weapon upgrade. En die weapon upgrade is ready, bij jullie allebei geloof ik. Oh, dus speltje naar rechts. Maar kan dat nu? Is ja, straks als je in game zit, geloof ik. Oh, oké, iedere keer kan je kopen. Ja, je kan dus best wel veel dingen in deze game mode. Dus moet even achterkomen wat allemaal. Oh ja, ja, we hebben een upgraded. Yes, allebei geupgraded. Ja. Laten we bij elkaar blijven. Die teamcaptain, hè? Allebei waren geupgraded. Let's go. Wat ligt daar? Geld. Money. Maar er zit nog maar één ander team in, hoor. Eén ander team? Ja, dat zag ik net. Oh, gek. Oh mijn god. Jezus. Dat was echt ongelooflijk. Wow, joh, kut. Krijg je wel je HP terug? Jullie hebben ook allemaal een granaatje en een stun, geloof ik. Nee. Stefan, lekker, je hebt iemand. Nice. Oké, jullie hebben nog 11 levens over. Maar jij bent nu wel weer terug, of niet? Ja. Ik zou gewoon die zijkant pakken. Helemaal aan de zijkant van de map blijven. Ja, precies. Ik denk dat dat een goede strategie is. Doet Stefan ook. Wat een klote wapen. Oeh, dat was wel zonde, ja. Is dit het enige wapen wat jullie hebben? Oh lief, ik heb weer een upgrade. Iedere keer als je een kill maakt, kan je dan een upgrade. Oh. Oh mijn god, we hebben verloren. Ja, dat is wel jammer. Maar we zijn niet helemaal nee. Nu snap ik het. Je bent elke keer 2-2. Ja. In één kleine... En dan zit je telkens van mensen. Oh, waar ben je? Oh, daar. Oké, dus gewoon weer nieuw potje 2-2. En dan zoveel mogelijk kills maken. Ja, je spant dus elke keer terug als je doodgaat. Maar dat gaat wel een leven maken. Pas op als je daar. Oh. Oeh, Stefan, communiceer ook met Lies, gewoon hard. Ja, sorry. Lekker, ja. Stefan. Oh mijn god, hij is achter ons. Hij is achter ons, achter je, Lies, achter je.
Oeh, ik mis de communicatie. Ik ben helemaal mezelf. Ik ben bij elkaar, hè? Ik communiceer nooit, joh. En ligt hier geld? Moet jij weten? En ligt hier geld? Kom op, Liz. Focus. Oeh, je weapon upgrade ready, ja. Zag ik in beeld. Maar ik vind het ook moeilijk. Ik vind het ook moeilijk om te callen, want ik weet allemaal niet hoe die map in elkaar zit. Nee. Ja, dat. Oeh, ja, Liz, pak hem. Waar is hij? Let's go, Liz. Oké, we hebben. Oké, let's go. Oké, dus nu bij elkaar blijven. Ja, ja, ja. Dan laat ik ook aan deze kant. Kan je even reloaden, Liz? Ja, hier, achter, rechts, achter. Oh. Hier. Let's go. Come on, oké. Eerst was een inkomen. Oh, wacht, wij zijn dus George. Maar deze ja, wij zijn pakken. George. Zijn we op de derde plek nu? Ik heb George genoemd dan. Oké, kom op. Weapon upgrade, pijltje naar rechts. Ja, jij kan het ook, Stefan. Pijltje naar rechts, oh, ja. Weapon upgrade. Jij kan het nog een keer doen. Oh ja, scheid. Oh, het kost wel iedere keer geld, maar we worden wel beter. Tuurlijk, gewoon fuck it. Oh, Liz, let's go. Kom op, Stefan. Ja, granaatje, gooi hem naar hem toe. Oeh, als je deze nade kill hebt. Oeh, hij is daar wel. Oeh, hij zit camp, hè? Ja, camp. Hij heeft zijn kampvuurtje daar staan. Marshmallows, alles. Stefan, laat je niet gek maken door een camper. Oeh, dit is goede tactiek, hoor. Boxje op. Oh, Stefan, fucking legend. Oké, Liz, kom op. Stefan heeft net laten zien dat hij echt wel iemand is die in dit team hoort. Is het zo? Weapon upgrade kan je doen. Pelt ze naar rechts. Nu kom nog een keer kan je doen. Ja, ik doe het ook, ja. Jij kan het ook doen, Stefan. Pelt ze naar rechts, weapon upgrade. Kost wel geld in het begin. Kost ja, geld, maar wat willen we anders doen met het geld? Ja. Ik weet niet of je nog iets anders kan doen. Gewoon opmaken die handel. Nog 7 seconden en jullie staan voor. Oh, ja, oké, niet doodgaan. Oh, Liz! Fuck yeah! Let's go! Oké. Dat was de laatste. Oh, man. Cool. Oh, was er een 0, hè? 3-0. Nice. Top. Als ik 3-0 maak, dan is het gewoon Jantje. Kijk, dus dat zijn het aantal levens die mensen nog over hebben, ja, of niet? Oh, nu kunnen we dingen kopen. Kijk, dus hier kunnen we het geld weer uitgeven. Ja, maar jullie hebben geld. Kijk, jij hebt 1700, jij hebt 1400. Dus sowieso de armor plates moet je wel halen. Nee. Sowieso, als je jij vond wapenruk, toch, zei je? Ik ga deze kopen. Oh, misschien is dat een goede lease, als jij ook perks gaat halen. Je hebt nog 10 seconden. Ja, stop. Oh, dit. Of een granaatje. Oh, je kan hier wapens switchen. Oh, oké. Okay. Oh, hier zijn perks. Wat wil ik dan? Checken. Prima. Oké, dus we moeten gewoon echt zorgen dat we niet doodgaan, want dat... Jullie staan op dit moment derde, met 7 levens nog. Het gaat puur om de levens. Oh, dit zijn die goede mensen, zie je? Deze zijn goed. Oké, kom op. Focus. Goed communiceren met elkaar, want dit is de map waar communiceren net misging. Ik ga gewoon een beetje campen, ik zweer het. Dat moet wel. Pas op. Oh. Pas op. Hij was daar, zie je? Zij zijn ook campers, ik zie het alweer. Waar is hij? Oei. Reloaden, vierkantje. Hey, wij spelen nu tegen een zieke camp. Ja, daarom hebben ze zoveel levens nog. Ja, dat denk ik ook, ja. Jullie maar campen daarom, nu? Ik denk, ik moet een beetje terugcampen. Oh, Liz. Oeh, bijna. Ah, maar Stefan pakt hem. Zo'n teammate is hij. Ja, daar is hij. Oh, Stefan, fucking legend, man. Ik ben gewoon weer dood. Oké, kom op, maakt niet uit. Huilen. Gewoon naar Stefan toe gaan en kruip gewoon in zijn kont. En gewoon niet meer weggaan uit zijn kont. Het is gewoon lekker warm daar, zit veilig. Er ligt hier heel veel geld, hè? Ja, we moeten vallen ik ook wil geld op, hebben. Oh, kut. Net verloren. Maar we hebben nog wel 5 levens. We zijn nog steeds derde, dus wat dat betreft... Kijk, dat is hun tactiek, hè. Ze killen gewoon even iemand en dan gaan ze campen en houden ze heel veel levens over. Kan dus een strategie zijn in Champions. Oh, ze hebben net zoveel levens. Oeh, deze is belangrijk. Deze pot is belangrijk. Oké, kruip er in zijn kont, Liz. Heb je hem of niet? Nee. Hij zit rechts. Maar gaat er wel komen. Pas op dat ze niet via rechts komen, Liz. Ja. Ja, via daar zo. Oh, kut. Oh, nee, niet daarin rennen. Dat is granaat. Oeh. Ja, wow. Oké, je hebt ook levens. Dat is goeie, Ga je flanken? Oh, nee. Ah, kut. Ik zit vast. Oeh, dit is spannend. Oh, god, je gaat ze flanken. Liz gaat flanken. Ja, je moet ze pakken. Oh, weapon upgrade, hele goeie. Oh ja, ik ook. Waar zijn ze, Stefan? Heb je ze gezien? Nee, ik weet het niet. Oh, hier achter, bij mij. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, ze lopen met z'n tweeën. Nee, we hebben nog 2 levens. Jullie moeten echt met z'n tweeën gaan lopen, hoor. We moeten echt bij elkaar blijven nu. Jullie hebben nog 2 levens. Ja, dat is echt kut. Of jullie moeten nu even campen en deze 10 seconden uitzitten. Dan hebben we nog een ronde om het tegen misschien iets mindere spelers te doen. Als je nu dood gaat, Stefan, hebben we nog... Ja, die zou zuur zijn. Ik zou gewoon even dit verlies nemen. Ja. Prima. Prima. Nu in ieder geval nog 2 levens. Dus we kunnen nog een potje spelen. Oké, let's go. Jullie mogen allebei nog 1 keer doodgaan. Of 1 iemand 2 keer. Nou ja, liever niet. Oké, ik zou niet te veel rushen. Nee. Oké, Stefan ziet ze. Waar zie je ze, Stefan? Op links. Oké, links achter. Nee, het is er eentje. Ik weet het niet. Oh, het is weer dezelfde map. Oké, goed bij elkaar blijven. Beetje campen mag nu. Als je dat moet het al. Hoe ga je liggen? Met rondje ingedrukt. Oh, ingedrukt. Oh, pas op, rennen. Wegrennen.
Oh, lekker. Echt heel dom. Fuck, fuck, fuck. Oh, nee, nee, nee. Oh, nee. Oh, mijn god. Ik was zo'n noob. Ik was echt zo'n tering noob, ouwe. Jezus. Ik schaam me, man. Oh, mijn god. Oh. Ik denk dat dit serieus niet slecht is, hoor. Want jullie hadden wel een goede start. Hé, hey, kunnen we nog een keer? Dit is echt kut. Nu wil je gewoon echt nog een keer. Ja, ja, maar nu snap ik het, weet je. Dus nu... Maar ik denk dat dit niet slecht is, hoor. Geloof me. Ik denk dat dit niet slecht is. Moeten jullie nu nog een keer? We kunnen iets kopen, maar kunnen we een leven kopen of zo? Ook al zijn er 12 levens op, blijkbaar hebben we een soort spek en bonen, of hoe zeg je dat? Ja, gewoon een soort laatste. Oh. Gewoon een soort laatste, dat. Oké, voor spek en bonen heet dat wel trouwens. Dus jullie mogen nog allebei één keertje doodgaan. Of nou eigenlijk niet, jullie moeten eigenlijk gewoon 4 kills maken. Oh mijn god, hij is links! Nee, jongen! Kom op, Lies, je weet dat hij daar zit. Lekker, Lies. Lekker! Maar die andere gaat doorkomen via rechts. Goed. En dat was hem. Ah, shit. Ik was aan het reloaden. Toch nog een kill gemaakt. Snap je? Toch nog even die laatste. Ik denk nogmaals, niet slecht. We gaan even naar het andere team. Ik ben heel erg benieuwd hoe zij het gaat doen. Niet hoofd omlaag houden, want ik denk echt dat dit een prima score is. Maar we gaan erachter komen, dus op naar de andere. Hey, ik ben benieuwd hoe zij het hebben gedaan. Ik ook. Nee, kijk helemaal niet, jongens. Het gaat om jullie. Oh, jullie zijn nu aan de beurt. Wij hoeven niet eens te kijken naar hun. Nee, jongen. Gewoon van je eigen kracht uitgaan. Gooi die game aan, Vincent. Oké, okay, we gaan het doen. Hebben jullie al een beetje idee hoe jullie het gaan aanpakken? Ja, we gaan gewoon heel hard lopen en rennen. Nee, juist niet. Schieten. Ik zou het een beetje rustig aanpakken. Want het gaat om overleven, weet je wel. Net als die eerste games. Maar je hoeveel duels zijn er? Ja, dat gaan we zo meteen zien. Ik weet dat nog niet precies. Ik had misschien beter voorbereid moeten zijn, maar... Oh, what the f... Hey, wat is dit? Je kan hier upgraden. Koop die... nee, niet die. Oh! Nee, hij heeft iets een double time. Je bent nu sneller, denk ik. I don't need no shield. Oh, dat. Jullie zijn ready, hoor. Jij hebt de shield. Jij hebt iets gekocht, een perk of zo. Ik ben super snel. Super hier, snel nu gaan we echt, nu gaan we echt. Jullie zijn easy. Oké, jullie hebben 12 levens. Dus wees er zuinig op. Samenwerken, maar niet in elkaars lijn gaan staan. Blijf gewoon hier campen. Ja, gewoon een beetje campen. Het gaat om niet doodgaan. Er spant de stunger net uit, ja, nee. Ja, ja, er is een bom daar bij jou, man. Misschien dat je te weinig loopt of zo. Bro, voelde die trilling gewoon een joystick. Hé, hey, lekker Vincent, jongen. Bam, die is goed, jongen. First blood of the game, of niet? Hey, hey, hey. Oh. Goed, Vincent, jongen. Hé, hey, ligt daar shield, ligt daar shield. Hé, hey, hier is iemand achter je, man. Ai. Je hebt geen shield, dus dan was je het nadeel. Kut. Hij zit hier ergens. Wie spawn je nu? Ah, die zit er. Ah, fuck, okay. Maar ben ik nu nog wel met Vincent in het team, of? Ja, ja, wel. Er ligt geld. Pak het geld. Oh ja, nu hoor ik. Rustig. Hey. Huh? Oh, je spot een 1v1 tegen dat team. Nou, het valt mee. Kijk, in de leaderboards hebben jullie maar 2 levens verloren. En oh, je speelt tegen... Oh, wacht. Je speelt nu een... Oh, je speelt nu een 2 tegen 2. Ik weet het al. Ah, we snappen het nu. Dus ik je speelt tegen 2 tegenstanders. Je moet gewoon geen levens verliezen tegen deze 2 tegenstanders. Oké. Okay. Ah, stom idioot. Oei, dat is weer een leventje eraf. Waar was hij? Hij ziet jou op een of andere manier. Oh, oh, oh. En ren weg, Vincent. Ik kan ergens heen. Ik kan ergens heen. Zijn ze hier? Hé, hey, hoezo kun je op een kruisje en gaat hij een bom gooien? Ik had echt schilder moeten gooien. Hé, er zit een rare instelling op. Jullie hebben echt een goed duo tegen. Ik zou nu even wegrijden, niet te veel levens verliezen, denk ik. Oké, okay, kom. Blijf van hier, blijf van hier. Hier! Ik heb er één. Ja, let's go, joh. Come on, joh. Lekker. Ja, ja, dubbel! Goed zo! Hey, kom op! 2-5, boeit niet. Ja, yeah, let's go! Hey, we 2 kills gepakt, die lekker kunnen belangrijk zijn. Hé, hey, waar staan wij? We staan nu op plek 6 van de 8 teams. Oké, okay, oké. Okay. Moet je het beter aanpakken? Moet je het beter aanpakken? Ik had echt een ga nu voor die volle camp, jongen. Ga gewoon ergens liggen achter in de map. Ga gewoon op de grond liggen. Kan jou het schelen. We moeten niet te snel doodgaan nu. Hé, hey, wat is het nou? Nee, wat schreeuw! Wat is dit? Wat is zo'n schil? Hij had je wel snel door. Hij heeft een ragdoll. Kijk hoe lang ik misschiet. Ja. Oh man. Je hebt nog 4 levens als 10. Dat kan wel, dat kan wel, hoor. Lekker nog een keer. Ah, nu is die on fire. Ik heb er één. Ah, ik had er één. Nee, ik ben goed, man. Is goed mis, hè? Dit is wel een intense game, man. Hey, hey. Hey, 2-2. Draw. Ik had iemand gekillt. Hoeveel staan jullie? Hey, goed, jullie staan nu 4. Oké, we keepen die easy. Deze game niet doodgaan. Zijn team staan op omvallen, jongen. Oké. Hey, wat is dit? Hey, wat is dit? Oh, dat is bijna. Schild, schild! Je kan dingen kopen nu. Waar is het schild? Armorplate. Ja. Ja, goed. Finally. Hey, boys, jullie staan er goed voor. Alleen team 1 is denk ik niet in te halen. Campen, let's go. Nee, niet campen. Zij zijn achter, ze hebben weinig leven. Kill campen.
Zij zijn natuurlijk gewoon, als ze dood zijn, dan is het spel voor hen over. Dus ze blijven nu heel... Hey. Doe maar langs rennen, motherfuckers. Twee. Ik zou niet dood gaan nu. Oh, dat is vet. Ik zou niet dood gaan nu, want dan zit je op je laatste leven straks. Keep it easy. Wacht gewoon tot er andere teams geëlimineerd worden. We hebben nog 5 seconden. Je kan zelf natuurlijk ook een team elimineren, maar ja, dat is altijd tricky, weet je wel. Goed. Maakt niet uit. Zijn er al 10? Shit. Ja, eentje is weg. Ja, maar we zijn wel naar beneden gezakt. Ja, ik denk dat als één iemand van jullie nu doodgaat, dat er best wel een kans is dat je niet respawnt. Oh. Lekker jongen, pop! First blood, lekker zeg! Als je nu een kill maakt bij de tegenstanders, je moet even niks doen tot je geen re-health hebt. Dan is dat team gewoon gekilled. En ik denk dat hij alleen nog maar alleen is, want ik denk dat zijn teamgenoten niet meer respawnen. Dus jullie echt samen lopen. Ik vind niet helemaal aan de kant. Hey, lekker, hij heeft hem nog. Je gaat lekker. Nee, maar hij is wel. Oh. Huh? Hoe zullen ze nog een respawn? Hey. Ja. Ik zou nu wel zien, want nu... Ah! Hey, ja, goed. We zijn dood. Je kunt niet meer respawnen nu. Jullie kunnen nu niet meer respawnen. Oh shit! Je mag niet meer dood, want je kan niet meer respawnen. Ik kan niet helpen. Oh, hij zag me door de smoke! Hij zit daar, ja. 3-3, wel een spannend potje. Okay. Maar voor mij mag jij nu niet meer respawnen. Alleen... Ja, je bent nog steeds zesde. Oh, ik ben er. Oh, jawel. Oh, kut. Oh, in een nieuwe game respawn je wel. Ja, geen risico nemen, man. Hey, camp gewoon achterin. Oké, ik ga naar mijn spot. Oh shit. Nee, Vinny, je moet niet doodgaan nu. Dat is de hele game voorbij. En als je de ronde... Oeh, ik zag daar een schaduw. Ik zag ook een schaduw. Lekker. Ga erin. Blijf hier. Blijf wel naar de deur kijken. Weg. Blijf achter je kijken. Ga naar de hoekje zitten. Goed. Nee, reload even. Je zit nu op open veld. Kijk rechts van je. Blijf hier in het tunneltje. Maar hij komt daar in, denk ik. Ja, hij blijft gewoon liggen. Ja, goed. Maar wacht, kan ik nu ook... Goed. Ja, voor mij is respawn jij nu weer. Ja? Ja, goed gedaan. Had die kill lekker. Wat gebeurt er? Zijn er ja, nog? Ja, er is een team weg. Ik weet niet of jullie nu een rustronde krijgen of zo, met je laatste staat. Oh. Nee, niet. Okay. Jawel. Ja, plates halen. Cool armor. Oké, dit gaat goed. Dus als één iemand doodgaat, is het dan niet erg als die andere man gewoon de ronde. Ja, dan moet jij gewoon campen. Maar als 2-1 is, dan gaan ze hunten. Waarom gaan we niet gewoon sowieso campen? Ja, ik zou campen, jongen. Ik camp al de hele tijd. Ja. Ik zie jou gewoon gek gaan. We gaan samen op één plek campen. Let's go. Hey, zelfs het bovenste team begint een beetje te droppen, hè? Oké, we baar blijven. Ja, dit is nee, hier moeten we niet zijn. Naar buitenkant. Oh, hey. Ja. Dit is een goede plek. Ja, maar kom hier. Het is wel zo dat als jullie met z'n tweeën zitten, dat iemand kom hier. Kan dubbel killen. Waar ben je? Hier is iemand, hoor. Hier komen mannetjes sowieso aan. Kan je renken. Ik vind het een mooie tactiek, hoor. Hey, komen mannen aan. Oh, je speelt tegen het bovenste team, toch? Met 3 levens nog. Die hebben... Wat is ze? Schiet hem dan! Fuck! Jullie zitten nu in de penarie, hoor. Nee, dat is niks. Als ze via links komen, denk je ook niet dat ze gaan jumpen. Ah. Ja! First blood, lekker! Oh, dat is hem bijna! Schiet hem dood! Oh, dit is... Gewoon een granada! Nee, niet een granaat. Oh, jawel, let op, ja. Oh, Jimmy. 10 seconds! Blijf hier. Niet uitwijken, ook niet. Kom dan. Kom! Maar! Ik zie je! Nee! Hey, toch nog 4, geen 5e. Nee! Oh. Dit scheelde echt bijna. No. Ik ben benieuwd wat Je hebt ons goed gecoacht. Op welke plek zijn we nu gekomen? Leuk jongens. Deze game wordt tof man, laat ze erbij halen. Ik ben benieuwd. Nou. Daar zijn ze weer, hè? Wat is het geworden? Ja, jullie eerst. Willen jullie weten... Nee... Jullie eerst.
Jullie begonnen ook. We hebben als eerste gespeeld. Oké, okay, ja, zeg maar. Zeg laat maar. Ik het zo zeggen. Zijn jullie tevreden? Met ja, meer zeker tevreden. Heel tevreden. Zeker. Ja. Wow, man. Zeker. Als jullie hebben gewonnen, dan eet ik mijn hoed. Okay, maar ze waren best al lang bezig. Hè? Dus ja, wij zijn als eerste begonnen, dus we gaan het ook gewoon zeggen, denk ik. Okay. Ja, zeg maar. Ja? Mijn lievelingsgetal, we zijn vierde geworden. Vierde? Oké. Okay. Dat is niet gek. En jullie? Hij is eerste geworden. Ja, we hebben gewonnen. Oh, nee! 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 Niet! Ja! Ja! Nee! Ja, hey, maar ik weet hoeveel kills we hebben. Ja, ik weet ook hoeveel kills wij hebben. Oeh. Oké. Okay. Begint jullie kill-aantal met het getal 1? Ja? Ja, oké. Okay. Ja. Zullen wij zeggen hoeveel kills wij hebben? Jullie hebben 12. Jullie hebben 11. Wij hebben 13 kills gemaakt. Lul niet. No fucking way. No way. Jullie ook? Nee. No fucking way. Nee, dit kan echt niet. Nee, jullie hebben, zeg ik, jullie hebben gecampt, of niet? Nee, wij hebben ook 13 kills. Nee! Dat kan niet. What? Nee, is dit script? Nee, serieus. Wij zitten met ons te fokken. Nee, echt niet. Bro, serieus, vierde met 13 kills. Wij ook. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Dat is wel eng. Wij zijn goed op elkaar ingespeeld met z'n allen. Ik dacht serieus dat het script het was. Dit is niet zo. Het blijkt gewoon echt zo te zijn. Ja. Dus er is geen winnaar in teams. Nee. Maar wij kunnen nog wel een winnaar tussen ons. Van deze Call of Duty Vanguard Week kunnen we wel bepalen. En dat gaan we doen in de volgende video, want dan gaan we het opnemen tegen elkaar in een 1v1. Ja, een 1v1. Daar hoort natuurlijk ook een stare down bij, maar daar zien jullie waarschijnlijk de volgende keer wel wat van voorbij komen. Dus vergeet niet te abonneren. Doe even dat duimpje omhoog. En dan de volgende keer gaan we in Call of Duty Vanguard gaan Mattie en ik de strijd aan wie uiteindelijk de winnaar is. En ook wel een beetje de winnaar van gewoon deze partij die we hebben gespeeld in Champion Hill. Vind ik ook. En denk aan die giveaway, mensen. Alle woorden, maak er een zin van, stuur het naar Let's of Gaming. Maak je kans op PlayStation 5 of andere vette prijzen. Zorg dat je erbij bent, vergeet niet te abonneren. Bedankt alle gasten, ik vond het superleuk. Tot de volgende keer! Yes. Yes. Yes.